Een hele goede morgen iedereen, welkom bij deze nieuwe video. Ten eerste, deze video die zal pas de 10e online verschijnen, want dan is Christel jarig. Dus wij willen jullie allemaal even feliciteren. Eerst komt Boefie. Snuffie, kom eens hier. Kom eens dan. Kom eens. Kom dan. Ik ga mijn camera even draaien, dan kunnen jullie het zien. Kijk hoor, want volgens mij is het niet meer. Boefie! Christel is jarig, hè? Morgen. Zondag, zaterdag bedoel ik. Hey. Christel. Kom eens. Wil jij ook Christel feliciteren met de verjaardag? Wie is dit? Weet niks. Wil je nog iets zeggen? Zoals ik altijd wil, fijne jarig mensen. Zo jongens, terwijl ik weer... ik moet uitzoomen, ik weet even niet hoe dat moet. Dat is inzoomen. Nou jongens, Christel, een hele fijne verjaardag toegewenst. Deze zal zaterdag zichtbaar zijn op ons YouTube kanaal. Nikki gaat u dadelijk ook nog even via deze camera gelukkige verjaardag te wensen. Ik ben op dit moment lekker even koffie aan het maken. Ik ga ook nog dadelijk live zoals u nog ziet. Onze kerstboom staat al. We gaan er even naartoe jongens, want er ligt nog één tand onder de boom. De cadeautjes van ook van Christel, Nanu, Lenny en Jean liggen er ook nog onder. Kijk, ze zijn cadeautjes. Hier, rondom de bomen. Hier komen nog wat andere dingen bij. We hebben van alles erin hangen. Hier een dekentje. Wat ook lekker is, dat vind ik zelf wel, moet ik eerlijk zeggen. Daar zitten de katten op in de rij. Alle drie. Mijn... de beest staat ook al aan. Ik ga zo meteen verder. Ik denk dat ik zo meteen ga Fortnite of Minecraft. Ik weet het nog even niet, maar dat zien we allemaal dadelijk wel. Ik ga lekker nu eerst even mijn koffie pakken, jongens. Want ik heb een partijtje trekking koffie. En het is nog heel vroeg in de ochtend. Ja, het is echt nog super vroeg in de ochtend. Ik ga een beker pakken. Ik ga, denk ik, we hebben ook een kerstbeker. Dat is de Rudolf. Oh, ik heb het niet hier. De Rudolfbeker. Hier ga ik daar mijn koffie in drinken, uitdrinken. Ga ik nu even wat ik kan doen. Ik heb namelijk een lekker koffie. Ik ga het vandaag even een koffie halen, want die heb ik. En weer die. En ik heb nu mee op te kijken hoe het moet. Om het even standaard te houden. En zo. En lekker een grote beker koffie, dat gaat er altijd wel in. Hoppa, en ik heb natuurlijk zoetjes erbij, dat drink ik graag in mijn koffie. Het komt niks uit. Oh, ik moet dan. Ik moet even schudden, even. Jongens, ik ga lekker met mijn andere hand koffie met mijn andere hand smakken. Want dat is natuurlijk wel. Zo. In mijn kerstbeker, jongens. Ik ga vandaag. Wacht even een momentje. Oh, ik moet niet zeggen, maar het wil niet. Het wil er gewoon even niet uit. Nou, laat ik wel dat het duidelijk. Maar het geval is natuurlijk dat ik wel gewoon. Dat ik wel even gewoon niet zo terwijl ik koffie neem. Nikki komt dadelijk sowieso. Nou, haar werk komt Nikki naar mij toe.
En dan zal zij ook even een kleine boodschap inspreken voor Christel van K3 van de 47ste verjaardag, jongens. Want jullie zien vandaag in de video, tenminste als deze online is, is het zaterdag. Maar jullie hebben als het goed is de video al gezien van Pakjesavond. Waarin de Sint al zegt van, joh, wie zien jullie als mama figuur? Want dat is ook iets heel bijzonders, want we hebben het gezien aan de privéfoto. En uiteindelijk zei van, ja, inderdaad. En toen heeft de Sint heeft dingetjes verteld dat hij wist wat hij had gelezen en zo. Dus dat is hartstikke leuk. En die video zal vandaag online, die hebben jullie hier nu al gezien. Om 8 uur. En deze video die nu opgenomen wordt, die komt zaterdag online. Want dan is het 10 december. Dan is Christel 37 jaar geworden. En dan zal er ook een extra lange lesson uitkomen. Ja, we gaan dus... Lekker mijn koffie drinken. Oh, dit is dus een Rudolf beker. Ik heb hem geloof ik ook nog in de Sinterklaasbeker, jongens. Of in de kerst... beker van de kerstman. Dus dat is wel heel cool. Ik ga even lekker mijn bouillon pakken, want die is ook klaar. Gisteren ben ik de vlog trouwens begonnen in de middag. Heel apart, dat gebeurt ook niet vaak. Nog wel een beetje wacht maar. Gisteren ben ik de video begonnen in de middag, maar toen liep ik bij de Action, jongens. Sowieso is dit wel heel bijzonder. Ik heb trouwens ook nog leuk iets. Kijk, we hebben daar ook nog een rendier aan. Ja, jullie zien het niet goed, maar dat is een rendier. En we hebben ook nog andere dingetjes. Kijk, we hebben hier ook een ree hangen. Wel een nep, hoor. Dit is niet echt. Dit is gewoon een nep. Het is gewoon een knuffel. Die ree heeft ook een kerstmuts op zijn hoofd. We hebben hier een kous hangen. Van die kousen van de kerst. Deze is van Boefie, Felix en Christel. Deze is van Boefie, Felix en Christel. En deze is van mij. Deze is van mij. Deze is van Nicky. En deze is van mijn echte vader. Die hebben we ook sowieso opgehangen. Dan hebben we ook nog een kleine huisjes, jongens. Daar op het raamkozijn. En hier zien jullie ook nog huisjes. Hier zit toch geen batterij in, jongens. Hè, die doen het nog niet. We moeten wat batterij nog halen. Kerstknuffel. Knuffels. Dit is die boom waar ik het over had. En natuurlijk hebben we nog mee, jongens. Ja, we hebben nog een huisje. Maar deze is een beetje donker. Maar hier staan ze ook nog. Kijk, hier zien jullie ook. Dit is het bekende schaapje Dewey. Als ik het goed zeg. Deze is van Amber geweest. Van de thuis van Anubis. Die is van Nicky. Die heeft Nicky van haar mama gehad. Geërfd. Wat ik wel heb. Deze is heel bijzonder, jongens. Ik ga hem eventjes aanzetten. Ik ga jullie even ergens neerzetten. Eerst. Waar ik het even kan doen. Wacht even. Ik ga jullie even hier neerzetten. Zo. Dit is een heel mooi bijzondere. Ik ga jullie even laten zien. Wat hè? Ik vind deze zo mooi. Dit is één ding, dit is een muziekdoosje waar vroeger, toen Felix heel klein mee was. En dat is deze Doerak die hier op de grond zit. Dat is Felix en die was vroeger helemaal weg van dit muziekdoosje. Toen was hij echt nog heel erg klein. Toen was hij nog geen 4 weken oud en nu is hij alweer bijna 8 tot 9 jaar oud. Dat is echt heel oud, maar het is een schatje hoor, het is een deugnietje. Hé Felix! Ja, het is wel heel grappig. Ik kan er niet altijd om begonnen, maar het is wel een schatje. We hebben hier een trui. Een muziekdoosje wat nog steeds draait. Ik zal maar, jongens. Ik heb hier ergens de button. Deze is te koop bij Kans en Moeder, oftewel bij de Woudenste Week in België.
deze mensen die doen echt zo goed werk. Dus ook trouwens Christopher Bekenwijk, die jarige, waar deze video ook voor beschikbaar komt. We hebben hier natuurlijk ook nog een kerstster, het raamkozijn. We hebben hier overal kerstlichtjes. De boom natuurlijk. Kortom, we zijn nog niet zo ver, want er komt nog veel meer. We hebben nog heel veel spullen die we gaan allemaal gaan neerzetten, jongens. Hier hebben we Christel. Chrisje. Hoi. Jongens, ik zal de rest dadelijk... als Nicky van de werk komt, die gaat ook even een boodschapje inspreken in deze video. En dan gaan we deze op editen en uploaden. Maar die is pas zichtbaar op de verjaardag van Christel zelf. Dus dat is 10 december. Ik ga nu even lekker live gamen. Jullie zien het al, ik heb de tv aan staan. Iedereen, ik zie jullie allemaal zo meteen. Tot zo. Daarna gaan we de video afsluiten. Doei doei, tot zo. Hi Christel. Hallo Christel. Hallo. Alvast heel veel proficiat met je verjaardag vanmorgen. Maak er een leuke dag van. En heel veel kusjes van. Ja, dat is, Sabine kent je nog wel. Sabine is mijn beste vriendin, waar ik over heb verteld. Ja, we zijn eigenlijk heel goed bevriend. En sorry dat we af en toe van die rare fratsen uit te halen. Maar dat hoort een beetje bij de puber. Hey, we zijn al puberen en dat is normaal. Maar Nicky die gaat dadelijk ook iets aanspreken voor de verjaardag. Wij gaan dat gelijkertijd editen. Althans, ik ga dat in het piep morgen editen. En dat ga ik doen om... Dat is nu 8:45. Ik ga dat doen om 10:00. En u ziet dat verjaardagscadeau zie je morgenochtend. Om slokkelslag 8:00. En ja, Nicky die zal dat dadelijk ook zeggen. En Nicky ziet u dadelijk ook in beeld. Bye bye. Hoi Christel, hier is Nicky, zoals je het kan zien. Nicky, ga jij ook nog een hele leuke boodschap toe wensen voor je verjaardag. Dus schatje, ga je hoi, gewoon... hoi. Hoi lief Christel, ik wens je een fijne verjaardag met veel cadeautjes en gezelligheid. Het mag een... We zien je pas de volgende keer bij een theetje. Theatershow. Of bij ons thuis, dat kan natuurlijk ook. Dan ben je ook gewoon welkom. En voor de rest, ja, fijne verjaardag en hopelijk tot snel. En ze is gewoon al ze is gewoon al 47 jaar dadelijk, hè. Oh, oh, oh. De Sint die begon het trouwens zelf over, was wat wij u zagen. Hè, schatje, vertel er eens over wat gebeurde er bij de Sint. Toen die binnenkwam. Dat weet ik niet. Jawel, weet je wel. Vertel jij het maar. De Sint kwam binnen, het is wat hij zei was dit. Vertel eens Erika en Nicky, wie is jullie zorgmama? En ja, dat ging eigenlijk vanzelf. En toen hebben we een heel gesprek gehad. En toen hebben we ook verteld dat wij u natuurlijk als moeder zien. Moederfiguur zien, moet ik zeggen. En dat was natuurlijk heel erg leuk. En de Sint die kon dat ook duidelijk zien. Kijk, Nicky zit gewoon een cracker te eten. Heel erg. Ja, schat, dit was niet netjes. Want het staat er op het video. Maar de Sint die zei van, nou, dat vind ik echt leuk om te horen. En ja, we waren natuurlijk in eerste instantie, we wilden het zo lang mogelijk stilhouden. Maar de Sint heeft gewoon in de camera dat gezegd. Die vond het heel erg leuk om dat ook te mogen zeggen. En we zeggen ook bij deze, ja... Wij konden het ook niet langer meer geheim houden. Ons hele gesprek was gewoon wel natuurlijk in het geheim en stil. Maar hoe wij u zagen en hoe wij u nog steeds zien als mama. Ja, dat gaan wij natuurlijk gewoon... Dat is nou gewoon open bloot al gegaan. Want dat was natuurlijk als OB propere lakens. En schat, wat gebeurde daar? Wat gebeurde daar? Wat deed Christel bij mij? Wie kreeg er op een grond? Wie, ja. Jij. En waarom kreeg ik ook weer op mijn kop? Vertel het zelf maar. Nee, schijt maar. Dat was vanwege de cadeaus, hè? Te veel cadeaus. Je had veel cadeaus gekocht. Ja, laat me maar niet zeggen over welk bedrag we hebben gekocht, hè, Christel? Want dan krijgen ze het helemaal. Ik had het willen zeggen.
Ja, maar toen zei jij op een gegeven moment van laat maar, ik ga het toch maar niet zeggen. Nee, dat zei ik toen. Dus ik zei van laat ik het toch maar niet zeggen. Het lag op mijn tong. Het lag op de tong. Ja hoor. Maar ik wil Christel, wat ik ook zeg over Nicky tegen u, is als volgt. Nicky pest mij ook altijd op een leuke manier. En wij vinden het altijd wel grappig om dat te mogen doen natuurlijk. Ja, het zijn echt grappige akkers. Ja, daarentegen vind ik het echt geweldig dat ik u en Jean als zorgouders mag zien. En Manon en Lily als zorgzusjes. Nicky is een ideale schoondochter. Zo kan je het beter dan haar, kan je het niet wensen. Af en toe een kringetje. Maar het is een schatje. En het is echt een schatje. Kijk, hoe heet Christel ook? Ik sta hier ook. Aan de ene kant bel ik en aan de andere kant is Nicky. En aan de andere kant zit onze eigen Christeltje. Die ligt daar ook. Christel! Kijk, daar zitten de oren. Maar in ieder geval, Christel, wij wensen jou een hele fijne verjaardag toe. Maak er een mooie dag van. En mocht je een keer in de buurt zijn, natuurlijk ben je gewoon welkom. Laat ook even wat zien onder de kerstboom. Want daar liggen natuurlijk ook een heleboel cadeautjes. Ook voor jou, Jean, Lily en Anouk. Dus wacht even, ik ga er even naartoe. Hop. Daaronder liggen een heleboel kerstcadeautjes. Daar onder de boom. Of van alles en nog wat. Kijk, dit is onze boom. Zo. En daaronder liggen kerstcadeautjes. Dus dat is wel heel cool. Daar liggen onze huisjes. Hop. En dan zijn we terug bij Nicky. Schatje. Zal ik zeggen, poef? Ja, dat mag je doen, want het is toch al te laat. Christel, Nicky, wil je even wat vertellen? Niet dat het van mij hoeft, maar... Ik zal me niet vertellen hoeveel euro er ligt. Totaal van ons allemaal, hè? Totaal van ons allemaal, hè? Alle kerstcadeautjes. En dan Sint-cadeautjes. Want jij hebt de Sint geholpen. Ik heb inderdaad de Sint geholpen en de kerstman, die ben ik ook nog aan het helpen. Dus dat is echt waar. Ja, we zijn inderdaad aan het helpen met de kerstman en de Sint. En dat is wel heel belangrijk, want die mensen kunnen het gewoon niet meer alleen. Dat is heel echt druk. Druk, druk. We hopen natuurlijk dat hij bij kerst, met de eerste kerstdag, even richting ons komt. Hè, het adres, dat heeft u al. Ik heb gekeken, ik zal dat nou nog eens keer doen in de Instagram privéchat. Bij u met dat vinkje. Ja, we hopen natuurlijk dat hij komt met de eerste kerstdag. Toch even een bakje koffie kan doen met de kinderen, met onze zorgwaken. En met onze zorgzusjes natuurlijk, Lily en Anouk, met ons hond Joey. Dat zullen wij wel heel plezant vinden, schat. Zullen wij echt leuk vinden als ze dat doen, hè? Eerste kerstdag eventjes. En we zijn echt, Anouk, wij zijn echt apen trots op u. Want, vooral met dat nieuwe tv-programma wat er komt. Hè, schat? Van Zorgmama, van Kanszorgmoeder. Nieuw tv-programma. Wel op 19... december komt. Op maandag en op donderdag. Wij willen echt zeggen dat we heel echt trots op u zijn. En dat we echt, echt, echt waar continu dan denken van, oh, hoe zal dat dan gaan? Net als Zorg voor Mama's. En schat, daar hebben wij ook van genoten van dat programma. Dat was ook heel emotioneel, ook voor ons, hè? Dat wij echt elke week een traantje gingen laten. Tot nadien dat afloop was. Maar ik, Christel, een hele gelukkige verjaardag namens Nicky en mij. Dus namens Nicky Meerman. En natuurlijk, dat zei Erika Johanna Thomas Meerman. Zo mag ik mij noemen, ik noem mij heel trof. We willen iedereen, vonden jullie het nou een leuke video? Doe dan zeker even die duim omhoog. En schat, we moeten nog meedoen. Abonneren. Dat is ook heel belangrijk. Totdat we aan de 100k komen. Deel deze video zoveel mogelijk. En natuurlijk, ik ga jullie ook aanraden. Als je Christel op Instagram volgt. Wens haar een gelukkige verjaardag morgen. Althans, deze video zal dan morgen online komen. Iedereen bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.
Doei doei, later. Doeg.